Steven Berghuis. Deze week won Ajax met 4-0 van Borussia Dortmund in de Champions League. Ja, de buitenlandse kranten waren allemaal lyrisch. Zijn jullie weer een beetje terug op aarde? Nou, ik denk dat we gewoon nuchter moeten blijven. We hebben natuurlijk een goede wedstrijd gespeeld, maar we moeten gewoon met beide benen op de grond blijven staan. En gewoon meteen de focus op de volgende wedstrijd morgen tegen... Tegen PSV? Ja, zou kunnen. Geen idee. Mag ik jou een tip geven, Steven? Ik heb die cijfers van jullie eens bekeken. Dik 2,5 miljoen kijkers hadden jullie. Dus ik zou aan dat format niks veranderen. Ja. Als ik jou was, zou ik morgen gewoon weer met 4-0 winnen. De mensen vinden dat leuk. Ja. Ja, we hebben nu natuurlijk één wedstrijd gespeeld met voetbal van een schoonheid... die denk ik sinds de renaissance niet meer vertoond is op aarde. Maar we moeten wel reëel blijven. En ja, we moeten ook waken voor onderschatting. Want PSV heeft ook gewoon echt een elftal. Ja, maar de beste PSV'ers zijn geblesseerd. Noni Madueke. Ook Cody Gakpo die speelt niet mee. Cody Gakpo? Cody Gakpo. Nou, volgens mij zit je nu gewoon namen te verzinnen, maar... Nee, wat ik zeg, we moeten waken voor onderschatting. Want PSV heeft ook gewoon echt best een goed elftal. Zeker voor een amateurploeg. Maar, ja. Maar eigenlijk zegt u, de beste spelers zijn geblesseerd. Hè? Maar ja, dat kun je natuurlijk eigenlijk niet zo zeggen. Want ze zijn geblesseerd, maar dan zijn ze op dat moment niet ook nog de beste spelers. Toch? Nee. Kijk, als Messi een gebroken been heeft, dan is hij iemand anders op dat moment de beste speler. Hè? Als wij nu allemaal weggaan, dan is meneer Berghuis hier de slimste aan tafel. Ja. Ja, ja. Gesteld dat we de bierveeltjes even weghalen. Goeie. Dankjewel voor het kijken. Heb je nou genoten? Nou, kijk dan de hele uitzending terug op NPO Start.